Als je in 1 jaar tijd 2 keer een jonge vrouw in je woning dood aantreft, is dat dan bizar toeval, een speling van het noodlot of is er gewoon sprake van moord? Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt en in dit soort situaties weinig last heeft van goedgelovigheid. En dat is maar goed ook. Want toen wij in 2002 de verdwijning van de 31-jarige BB Panja onderzochten, werd ons door haar echtgenoot en de politie verzekerd dat er geen aanwijzingen voor een misdrijf waren. Maar onlangs bleek toch dat haar stoffelijk overschot al die tijd begraven was geweest en ingemetseld in een laag beton. Volgens haar gearresteerde echtgenoot, de Nunense arts Edwin ten Wee, is er geen sprake geweest van een misdrijf, maar van zelfmoord, en heeft hij in een paniekreactie het lichaam laten verdwijnen. En bij het tweede geval, dat van de 37-jarige kinderoppas Bet, die een jaar later op onverklaarbare wijze het leven liet in de woning van de arts, is er volgens hem sprake van een natuurlijke dood. Justitie kon geen sporen van een misdrijf vinden en liet de zaak rusten. Maar onze argwaan was na de eerste leugens van Edwin ten Wee bij de verdwijning van BB Panja voorgoed gewekt. En wij vertrokken afgelopen week dan ook naar de Filipijnen voor een nieuw onderzoek. In de wetenschap dat de perfecte moord wel degelijk bestaat. Als je tenminste niet in actie komt. Afgelopen donderdag, 17 februari, zou BB Panja in Geldrop worden begraven. Vier jaar nadat ze om het leven kwam en werd ingemetseld door haar echtgenoot Edwin ten Wee, zou ze hier op begraafplaats Het Zand haar laatste rustplaats vinden. Het lijkt het voorlopig slotstuk van een bizarre affaire die voor ons begon in 2002. Ik probeer mijn vrouw te zoeken. Ik word van alle kanten word ik beticht van alles en nog wat. Er worden mij de meest ellendige dingen in mijn schoenen geschoven. En in de tussentijd probeer ik gewoon mijn vrouw te vinden. Mijn vrouw is een heel lieve meid, maar met wat complicaties. En de familie is een van de complicaties, vandaar dat ze geen contact wilde hebben. Heeft u zelf de overtuiging dat zij leeft? Ik vind dat u mij die vraag niet moet stellen. Waarom niet? Ten eerste is dat een heel vervelende vraag voor mij. En ik heb bepaalde ideeën erover, maar ik ga daar nu niet over zeggen. Just realize that you cannot trust those people. I mean, the main culprit there is probably a guy called Pieter de Vries. They're out for sensation. Just remember that those people have a different goal than what you think. Anna-Maria? Hallo.
How are you? Hi. Hi. Hey. How are you? I'm Beth. Sorry that we have to meet again under these circumstances, but... 2 jaar na ons eerste bezoek aan de Filipijnen hebben we opnieuw een ontmoeting met BB-zussen Anna-Maria en Stella. I feel angry to Edwin. He lied to my family for almost 4 years. But it's sad to say that my sister is no longer alive. She's dead now. Jarenlang hield de Brabantse arts Edwin ten Wevel dat zijn vrouw baby Panja hals over kop in overspannen toestand naar haar vaderland, de Filipijnen, was vertrokken. Maar enkele weken geleden werd het stoffelijk overschot van de 31-jarige BB, moeder van 2 jonge kinderen, gevonden in haar woonplaats Nuenen. Verpakt in plastic en ingemetseld onder de vloer in het huis van Edwins eeneiige tweelingbroer Elmer. De lugubere vondst maakt een einde aan een verdwijningsmysterie dat 4 jaar duurde. Een mysterie waarin echtgenoot Edwin ten Wee de vrienden en familie van zijn vrouw geraffineerd om de tuin wist te leiden. En waarin hij met leugens en bedrog de zussen van BB op de Filipijnen tot wanhoop dreef. I think you're a big liar, Edwin. I think. Oh, Maria, Maria. I don't know. You know. You didn't think that. You're always telling us a lie. You know. What? Do you think? Why do you think that? Do you think of all you did, I will trust you or I will listen to you? BB zou volgens Edwin een nieuw leven hebben opgebouwd in Cebu, de stad waar haar familie woont en waar zij oorspronkelijk vandaan komt. Ze wil daar met niemand contact, zegt hij. Zelfs niet met haar 2 kinderen, van wie ze volgens iedereen zielsveel hield. Zelf ontmoette hij naar zijn zeggen zijn vrouw daar een paar keer, maar van zijn ontmoetingen met BB kon hij geen enkel concreet bewijs overleggen. Geen foto, geen briefje, geen telefoonnummer, helemaal niets. Uiteindelijk is ook hij weliswaar het contact met BB verloren, maar het gaat goed met haar. Zo luidde destijds zijn geruststellende verklaring aan het thuisfront. Hoewel ons onderzoek spijkerhard aantoonde dat hij leugen op leugen stapelde, is Edwins voornaamste reactie erop dat hij onze intenties verdacht probeert te maken. They will come across as very, very likable, and that they're concerned and that they want to help you. But I mean, in the meantime, they just hope to make a sensational story out of it. And then what they want to air on television is basically all pieces of dirt that come up on baby and on me and perhaps on the family. That's basically what it is about. Maar afgelopen januari blijken onze bemoeienissen niet ongegrond en komt de lugubere toedracht van BB's vermissing aan het licht. Edwin bekent zijn vrouw te hebben ingemetseld in het huis van zijn tweelingbroer. De macabere vondst komt op de kop af 4 jaar nadat verontruste vrienden van BB bij ons aanklopten. De politie Brabant heeft er dan toe niets ondernomen. Hoewel BB's vrienden en familie inmiddels aangifte van vermissing hebben gedaan, ziet de recherche geen aanleiding om de zaak grondig te onderzoeken. Het verhaal van de Brabantse arts dat zijn vrouw naar de Filipijnen is vertrokken klinkt hen geloofwaardig in de oren. Als wij contact opnemen met het parket in Den Bosch, krijgen we dan ook te horen dat er geen aanwijzingen zijn gevonden dat het gaat om een misdrijf en dat men geen nader onderzoek zal instellen. Maar dat het verhaal van Edwin ten Wee wel degelijk rammelt, blijkt al snel als Peter hem belt om zijn kant van het verhaal te horen. De Nuenense arts woont in die tijd net in Oslo en is allerminst verheugd over onze naspeuringen. U zegt van, ik ben gewoon op zoek naar haar en ik wil haar helpen. Dan bent u rustig welkom als u dan zegt van ja, ik ben nu een programma aan het maken. Dan word ik wat gereserveerder. Ja. Omdat we de zaak toen niet vertrouwden, reisden we in maart 2003 ook al af naar de Filipijnen. Naar de stad Cebu, die hier vlakbij ligt.
Cebu is de plaats waar Bebe oorspronkelijk vandaan kwam. Waar zij volgens Edwin kort na haar verdwijning in alle anonimiteit een nieuw bestaan had opgebouwd. Maar al heel snel ontdekten we dat van het verhaal van Edwin helemaal niets overeind bleef. Kennelijk had hij er nooit op gerekend dat iemand de moeite zou nemen om hier, aan de andere kant van de wereld, zijn verhaal te controleren. In 2003 reisden we af naar de Filipijnen, naar de stad Cebu, waar BB volgens haar echtgenoot Edwin Den W. in alle anonimiteit een nieuw bestaan had opgebouwd. Maar al heel snel merkten we dat er van het verhaal van Edwin helemaal niets overeind bleef. Zo bleek het adres waar BB volgens Edwin na haar verdwijning zou hebben gewoond niet te bestaan. En de psychiater waar Edwin met BB zou zijn geweest had nog nooit van hen gehoord en kon hierover ook helemaal niets terugvinden in het afsprakenregister. En toen we op de Filipijnse televisie een beloning van 10.000 Amerikaanse dollars uitloofden voor degene die BB had gezien, kwam daar geen enkele reactie op. Dat terwijl BB volgens Edwin haar geld verdiende door bijles te geven aan scholieren en mensen haar dus wel degelijk zouden moeten kennen. En toen bleek ook nog eens dat BB's aankomst op de Filipijnen niet bij de immigratiedienst was geregistreerd. Iets wat bij iedereen die het land binnenkomt een standaardprocedure is. Tijdens ons onderzoek op de Filipijnen, waarin we alles in het werk stelden om een spoor van BB te vinden, deed Edwin vanuit zijn nieuwe woonplaats Oslo poging op poging om onze naspeuringen te saboteren. In het holst van de nacht bestookte hij vanuit Oslo de familie van BB met sms'jes en telefoontjes en probeerde daarmee te voorkomen dat zij met ons meewerkte. Al die tijd heeft hij hun argwaan weten te sussen en valse hoop gewekt dat BB nog gewoon in leven is. Maar BB's familie kon niet langer geloven dat ze op de Filipijnen woont, notabene in dezelfde stad als zij, en dat ze dan niet eens contact zou opnemen. Voorheen belde BB vanuit Nederland juist regelmatig. De familie vreesde dan ook het ergste en zus Anna-Maria maakte uiteindelijk korte metten met de aanhoudende leugens van Edwin. I'm very, very upset on you. All I say is to you is just prepare yourself, okay? Toen we afscheid namen van Anna-Maria deden we dat met de belofte om terug in Nederland alles in het werk te stellen om de onderste steen boven te krijgen. Bij thuiskomst neemt Peter dan ook opnieuw contact op met Edwin. We willen bij hem langs in Oslo voor een gesprek, maar ondanks de eerdere belofte dat we altijd welkom zouden zijn, ziet hij er nu ineens niets meer in. Het gaat om een privézaak. Zo houdt hij ons keer op keer voor. Mijn vrouw die schaamt zich heel snel, is heel erg beducht van wat andere mensen van haar denken, zij op een gegeven moment, en zelfs als ze gevonden wordt. En ze komt er op een gegeven moment achter dat haar hele hebben en houden op tv is geweest. Dan vertrekt ze zo weer. Ondertussen leggen we onze bevindingen voor bij Justitie Den Bosch en dringen aan op een nieuw onderzoek. Ook daar is men nu niet langer gerust over de zaak. In het diepste geheim wordt daarom een gerechtelijk vooronderzoek tegen Edwin gestart. Het wordt een onderzoek dat maanden in beslag neemt. Edwin leek zich ondertussen weinig druk te maken. De ophef rond onze uitzending was in zijn ogen geluwd. En hij waande zich veilig in zijn nieuwe woonplaats Oslo. Buiten het zicht van justitie en buiten het bereik van lastige journalisten. Wat hij echter niet wist, was dat justitie in Nederland bepaald niet meer stil zat. En wij al helemaal niet. We verrasten hem dan ook met een onaangekondigd bezoek in zijn woning in Noorwegen. Als we bij hem aanbellen, blijkt Edwin, na enige twijfel, toch bereid ons te woord te staan.
Wat is de stand van zaken met BB? Ja, Peter, ik heb al een pakje duidelijk gemaakt. Het is een familieaangelegenheid en dat gaat jou niks aan. Maar als we te confronterend worden, zet hij ons het huis weer uit en speelt opnieuw de vermoorde onschuld. Hij gedraagt zich alsof hij door louter op kijkcijfers beluste journalisten onheus wordt behandeld. Nu werken we. Jasper, dan. Nou, ik hoop dat je nog eens een keer het echte verhaal gaat vertellen. Je kan dat wel gewoon een beetje proberen te doen alsof je het echte verhaal vertelt. Nou, dat verhaal dat klopt niet. Nou, dat zijn keiharde, klinkklare leugens, Edwin. En dat weet je heel goed. En jij weet heel goed dat wij dat ook weten. Ik weet niet wat in je hoofd omgaat, maar dit zit ook bij. Ik heb wel gemerkt dat de hele verdwijning van DB jou niet veel interesseert. Dat zijn jouw woorden. Jij interesseert me niet. De verdwijning van mijn vrouw, daar ben ik natuurlijk wel in geïnteresseerd. Maar dat doe je anders heel weinig. Maar hiermee is de rust voor Edwin nog niet teruggekeerd. Wat hij op dat moment niet weet, is dat de politie een dag later over zal gaan tot actie. In alle vroegte wordt Edwin door de Noorse politie aangehouden. Tegelijkertijd staat in het Brabantse Nune een uitgebreid team klaar om Edwins oude huis van onder tot boven te onderzoeken. Technisch rechercheurs kammen de woning uit op zoek naar sporen die wijzen op een misdrijf en naar een stoffelijk overschot. De hele tuin wordt afgegraven. Een actie die voor de nodige beroering zorgt in de anders zo rustige nieuwbouwwijk. Na dagen van onderzoek blijkt dat lijkhonden weliswaar tot twee keer toe aanslaan, maar dat er niets wordt gevonden dat duidt op een misdrijf. BB blijft spoorloos. Wel vindt de politie in Noorwegen een aanzienlijke hoeveelheid kinderporno op Edwins computer. Desondanks wordt hij na een paar dagen alweer vrijgelaten. Hij blijft echter wel verdachte en het politieonderzoek wordt voortgezet. Na aanleiding van de publiciteit rond de huiszoeking bereiken ons ook enkele tips over de tweelingbroer van Edwin. Ook hij woont in Nune en betrokkenen melden dat Edwin en zijn broer twee handen op één buik zijn. Ten tijde dat BB verdween, heeft deze tweelingbroer aan zijn huis verbouwd en ook beton achter in zijn tuin gestort. En een ander schrijft: volgens een ex-vriendin hebben de broers het zelfs wel eens met elkaar gehad over de perfecte moord, op basis van hun farmaceutische kennis. In overleg met de afzenders spelen we de informatie door naar de recherche. En hoewel de uitgebreide zoekactie niet opleverde wat justitie had gehoopt, is al het kruid nog niet verschoten. Om Edwin over de verdwijning van BB aan de tand te kunnen voelen, dient de Nederlandse justitie een uitleveringsverzoek in bij de Noorse autoriteiten. Edwin wordt gearresteerd, maar kort daarna in afwachting van de procedure weer op vrije voeten gesteld. Hij voelt zich vanaf dat moment echter wel als een kat in het nauw en maakt tot verbazing van justitie in Nederland een hele rare sprong. Hoewel hij Noorwegen eigenlijk niet mag verlaten, reist Edwin eind december toch in alle stilte af naar Nederland. Hij neemt zijn intrek in het Victoria Hotel in Amsterdam. Het is een stap die hem duur zal komen te staan. Zijn stiekeme reis naar Amsterdam, mogelijk met als doel een ontmoeting met zijn Amsterdamse advocaatmeester Spong, ontgaat de politie niet. Nog voordat hij ook maar één nacht in het hotel heeft doorgebracht, wordt Edwin eraan gehouden door de Amsterdamse politie. Hij is pikant genoeg in gezelschap van een nieuwe Filipijnse vriendin.
Edwin wordt vervolgens onderworpen aan een reeks intensieve verhoren en slaat uiteindelijk door. Hij bekent een bizar en luguber verhaal. BB is inderdaad nooit teruggevlogen naar de Filipijnen. Alles wat hij daarover heeft beweerd is gebaseerd op leugens en bedrog. Al die jaren heeft hij tegenover vrienden en familie van BB de schijn opgehouden en bij hen valse hoop gewekt dat zij nog in leven was. Hij bekent dat hij BB eerst eigenhandig in zijn tuin heeft begraven, daarom sloegen de honden ook aan, en dat hij er later heeft ingemetseld in het huis van zijn tweelingbroer. Maar Edwin heeft nog een verrassing in petto. Ondanks al deze verdachte gedragingen ontkent hij dat hij zijn vrouw heeft vermoord. Er is geen sprake van een misdrijf, maar BB heeft zelfmoord gepleegd, zo beweert hij nu. Toen hij in januari 2001 thuiskwam van een zakenreis, trof hij haar dood op bed aan een plastic zak over haar hoofd. Maar de recherche kan niet geloven dat iemand die thuiskomt, een arts notabene, en zijn vrouw zo aantreft, niet direct alarm slaat. Zeker niet als er geen afscheidsbrief is gevonden en er dus ook nog eens sprake kan zijn van een misdrijf. Edwin vertelt de rechercheurs echter dat hij geen afstand kon doen van zijn vrouw en dat hij daarom besloot om BB in zijn tuin te begraven. Zijn emotionele verhaal staat in schril contrast met de macabere daad waar hij enkele maanden later toe overgaat. Hij heeft in die tijd plannen om te verhuizen en wil zijn woning verhuren. Waarschijnlijk uit angst dat het lichaam kan worden ontdekt, graaft hij het in verregaande staat van ontbinding verkerende lichaam van BB weer op. In het holst van de nacht brengt hij het in plastic verpakte lijk vervolgens naar de woning van zijn tweelingbroer Helmer, die op steenworp afstand van hem woont. Zoals verschillende buurtgenoten ons al eerder melden, wordt daar op dat moment gewerkt aan een verbouwing. Edwin verbergt het lichaam van zijn vrouw in een gat in de aanbouw van het huis en stort er vervolgens een laag beton overheen. Edwins broer Helmer wordt erop direct als medeplichtige gearresteerd. Maar deze eeneiige tweelingbroer ontkent alle betrokkenheid en zegt dat hij toen BB werd ingemetseld in het buitenland verbleef. Ook Edwin verklaart dat hij de hele operatie zonder medeweten van zijn broer heeft verricht. Wat erin resulteert dat Helmer tegen de zin van de aanklager in een paar dagen na zijn aanhouding door de rechtercommissaris wordt vrijgelaten. Hij blijft echter wel verdacht in de zaak. Het is niet of nauwelijks voor te stellen dat Edwin, die notabene arts is, de nabestaanden van BB jarenlang op geraffineerde wijze bedriegt en valse hoop geeft als er sprake zou zijn van zelfmoord. Want waarom moet je in zo'n geval je vrouw dan inmetselen? Het punt is ook dat Edwin op geen enkele manier aannemelijk kan maken dat het om zelfmoord gaat door bijvoorbeeld een afscheidsbrief van BB te overleggen. En ook verder is er geen enkele aanwijzing gevonden dat BB van de ene op de andere dag uit het leven zou stappen. In de hoop de exacte doodsoorzaak te achterhalen wordt sectie verricht in het Nederlands Forensisch Instituut. Maar omdat BB zo lang onder de grond en in beton heeft gelegen, is dat een buitengewoon lastig proces. Als na weken onderzoek het stoffelijk overschot wordt vrijgegeven, is eindelijk het moment aangebroken om BB haar laatste rustplaats te geven. Op de Filipijnen, bij de familie van BB, is alles al weken in voorbereiding voor een uitgebreide ceremonie. Maar dan komt er opeens een kink in de kabel. Tot verbijstering van de zussen van BB op de Filipijnen wordt het stoffelijk overschot vrijgegeven aan de familie van Edwin, die zonder enig overleg met de nabestaanden op de Filipijnen besluit om BB in Nederland te begraven. De begrafenis valt gelijktijdig met ons tweede bezoek aan de Filipijnen. Voor de achtergebleven Filipijnse familie is het alsof Edwin BB voor een tweede keer van hen afneemt.
Ze kunnen niet begrijpen dat justitie het stoffelijk overschot aan de familie van de moordenaar geeft, in plaats van de rouwende nabestaanden. Ze laten het er dan ook niet bij zitten. In allerijl schakelen zij de Filipijnse ambassade in Den Haag in en wordt er een Nederlandse advocaat op de zaak gezet. In een emotionele brandbrief aan de Nederlandse justitie schrijft BB-zus Anna-Maria: mijn zus zal nooit vrede vinden als haar laatste rustplaats in Nederland is. Nu kunnen wij niet eens bloemen brengen of bidden bij haar graf. Met de wetenschap wat BB het belangrijkste in haar leven vond, wil ik haar laatste wens vervullen. Dat is thuiskomen bij haar eigen familie en vrienden, zelfs nu zij overleden is. De noodkreet is een race tegen de klok. In Nederland staat men op het punt om BB te begraven. Letterlijk op het allerlaatste moment wordt er ingegrepen. Net voordat de kist in het graf verdwijnt, wordt er beslag gelegd op het stoffelijk overschot. De kist gaat weer terug de auto in. In een door BB's familie aangespannen kort geding dat gisteren diende, zal de rechter uitmaken wat er uiteindelijk met het lichaam van BB gebeurt. Voor de familie van BB is het een opluchting dat BB nu wellicht toch haar laatste rustplaats op de Filipijnen krijgt. Is it important for you that the remains of Bebe are here on the Philippines? Yes, it's very, very important. It's very, very important to, for us. Not for just two of us, but also to the close friends of Bebe here in Cebu, and also her other relatives that longing our sister. I couldn't believe why their decision is giving a chance to the family of Edwin. Their side is a suspect and my sister is a victim. Hmm. It's unfair. Hoewel het verdwijningsmysterie van Bebe Panja is opgelost, is nog steeds niet precies duidelijk wat er zich op die fatale dag in januari 2001 tussen Bebe en Edwin heeft afgespeeld. Edwin heeft weliswaar een verklaring afgelegd, maar kan inmiddels niet meer rekenen op de goedgelovigheid van BB's zussen. Edwin wants the police to believe that your sister committed suicide. I know. Edwin still lying again. And did the police believe Edwin until now? After 4 years, there are many investigations coming in the Philippines about what Edwin says. But it's nothing. And now we found that my sister is already dead and found inside the house of his twin brother. But do you think there is a possibility that Bebe committed suicide? She was very happy about her new son, Paul, and she was very, very excited about the baptism. And then she even asked me some recipes for the party, and she's very, very excited, and that's why I will not believe that she committed suicide. Na jaren van leugens en bedrog hebben de zussen van BB nog een allerlaatste boodschap voor Edwin. Only one words that I can say to Edwin. He will tell everything about the truth. And the truth will give him free. And give him peace of mind. De vonnis van BB heeft justitie nog eens bevestigd dat Edwin een doortrapte leugenaar is en dat alle gebeurtenissen van de afgelopen 4 jaar en zijn beweringen daarover in een heel ander perspectief moeten worden gezien. Men realiseert zich dan eens te meer dat er in de woning van Edwin nog een bizar incident heeft plaatsgevonden. Precies een jaar na de verdwijning van BB. En dat is de plotselinge dood van kinderoppas Divina Urbi, roepnaam Bet. Ze is kort na BB's verdwijning door Edwin ingehuurd om voor zijn zoontje te zorgen. Het is een zaak die altijd in de schaduw heeft gestaan van de verdwijning van BB. En net als in de zaak van BB heeft de politie te weinig aanwijzingen om te kunnen spreken van een misdrijf. Maar is dat ook zo? Of is er hier ook, net als in de zaak van BB, veel meer aan de hand? Als het verhaal van Edwin waar is, betekent het dat hij in 1 jaar tijd
twee keer een jonge, ogenschijnlijk gezonde vrouw plotseling dood op bed heeft aangetroffen. Nou, je hoeft geen statisticus te zijn om daar argwanend van te worden. Maar er is nog iets waarover nooit opheldering is gekomen. En dat is de plotselinge dood van kinderoppas Devina Urbi, roepnaam Bed, die kort na de verdwijning van BB door Edwin is ingehuurd om op zijn zoontje te passen. Een paar maanden later treft Edwin haar, naar zijn zeggen, dood aan op bed. Het is een zaak die altijd in de schaduw heeft gestaan van de verdwijning van BB. En net als in de zaak van BB heeft de politie te weinig aanwijzingen om te kunnen spreken van een misdrijf. Maar is dat ook zo? Of is er hier ook, net als in de zaak van BB, veel meer aan de hand? Als het verhaal van Edwin waar is, betekent het dat hij in één jaar tijd twee keer een jonge, ogenschijnlijk gezonde vrouw plotseling dood op bed heeft aangetroffen. Nou, je hoeft geen statisticus te zijn om daar argwanend van te worden. Bed is 37 jaar als ze via een tante die in Nederland woont wordt voorgesteld aan Edwin. Het is dan een paar maanden na de verdwijning van BB. Edwin, die vanwege zijn werk bij een farmaceutisch bedrijf veel op zakenreis moet, zoekt een oppas voor zijn zoon Paaltje. Net als BB komt ook Bet, oorspronkelijk uit de Filipijnen. Ze heeft enige jaren als oppas en huishoudelijke hulp in Dubai gewerkt en heeft veel ervaring met kinderen. Bet is weduwe en heeft een zoon die op de Filipijnen bij zijn opa woont. Om hen financieel te steunen zoekt ze werk in Nederland. Het voorstel om voor Edwins zoontje te zorgen komt dan ook goed uit. Ze trekt in bij Edwin en krijgt in het huis in Nuenen een eigen kamer. Naar buiten toe doet Edwin het voorkomen dat hij een au pair in dienst heeft genomen. Maar in werkelijkheid verblijft Bet illegaal in Nederland. Edwin gaat regelmatig op zakenreis en Bet zorgt voor Paaltje. Tot zich in maart 2002 dus opnieuw een mysterieus drama voltrekt in het huis in Nuenen. Als Edwin thuis komt van een reis, treft hij naar zijn zeggen de kinderoppas dood aan op bed. Ze heeft de telefoon bij haar hand. Edwin verklaart dat ze is overleden tijdens een gesprek met haar zus op de Filipijnen. Met de verdwijning van BB in het achterhoofd laat justitie wel sectie verrichten. Maar een aanwijsbare oorzaak voor het plotseling overlijden van de 37-jarige vrouw wordt niet gevonden. Het is een conclusie waar ook justitie zelf op dat moment niet helemaal gerust op is. Zo blijkt als wij de toenmalige persvoorlichter spreken. En het is natuurlijk ook buitengewoon opmerkelijk dat kindermeisje wat dan vervolgens overlijdt. Ja. En waarbij de sectie geen doodsoorzaak kan worden vastgesteld. Ja. Ja. Ja, dus het is toch wel een gevoel waar jullie zelf ook onbehagelijk over zijn. Tot en met. Ja. Tot en met. Toch blijft ook nu nader onderzoek uit. Net als eerder bij BB ziet justitie ook nu geen aanwijzing voor een misdrijf en is er dus geen zaak. Dit ondanks de opvallende verklaringen van een buurtbewoner. Het is een achterbuurvrouw die tegenover ons programma verklaart dat de dood van Bet haar nog scherp voor de geest staat. Die dag hoorden ze 's middags twee mensen in het huis van Edwin ruzie maken. Waar het precies over ging, kon de vrouw niet horen. Ik hoorde in ieder geval een man heel hard tekeer gaan in een buitenlandse taal die ik niet thuis kon brengen. Diezelfde avond werd het dode lichaam van de au pair het huis uitgedragen, zo verklaart de vrouw. Sajan detail, Edwin beheerst de Filipijnse taal redelijk. Twee dagen na de dood van Bet belt de getuige met de politie om het voorval door te geven. Ze heeft vervolgens nooit meer iets van hen vernomen. Een paar dagen na haar dood wordt Bet gecremeerd. En daarmee verdwijnt eventueel bewijs dat mogelijk aan het oog van de sectiearts is ontsnapt. Edwin is op de crematie prominent aanwezig en houdt een emotionele toespraak.
Hij zegt, we kunnen vragen waarom. Waarom zij, op zo'n jonge leeftijd, net nu alles goed met haar leek te gaan. We zullen de antwoorden niet vinden. Maar dat is nog maar de vraag. Want wij zullen er in ieder geval nu wel naar zoeken. Al is dat misschien niet helemaal wat Edwin toen voor ogen had. Na de crematie reist Edwin af naar de Filipijnen om de as van zijn kinderoppas naar haar familie te brengen. Hoewel de plotselinge dood van de nog jonge Beth altijd onverklaarbaar is gebleven, lijken vrienden en bekenden in Nederland genoegen te nemen met de verklaring die Edwin voor de dood van Beth aandraagt. Edwin koppelt de mysterieuze dood van Beth aan een schildklierziekte waar ze al jarenlang aan zou hebben geleden. Het is een ziekte, zo meldt Edwin aan de nabestaanden, die gepaard gaat met hartritmestoornissen. En Beth had schijnbaar een plotselinge hartstilstand gehad. Al in 2002 vroeg ik Edwin telefonisch hoe dat nou precies zat allemaal. U heeft ongetwijfeld ook gehoord over het overlijden van een au pair die er bij mij in huis was. Ja. Daar gaan ook allerlei verhalen over de ronde. Dat was een fantastische vrouw, die heeft mij ongelooflijk geholpen. Ik heb begrepen dat het sectierapport onlangs besproken is met haar tante. Daarin is geen enkele aanwijzing dat er iets verkeerds is gegaan. Die vrouw die leed aan hyperthyreoïdie en ze heeft daarom een hartritmestoornis gekregen. Fantastisch mensen, ik ben er heel erg kapot van geweest. Maar hoe komt u dan aan die hartritmestoornissen? Die stonden er toch in of niet? Nee, die staan er niet in. Ik heb het rapport niet gelezen. Nee, maar hoe komt u daar dan bij? Nou, omdat ik in de Filipijnen erachter ben gekomen dat die vrouw aan hyperthyreoïdie leed. En ik kan mezelf heel erg kwalijk nemen dat ik dat niet heb gezien. En een van de verschijnselen van hyperthyreoïdie is hartritmestoornis. Bovendien, het hele beeld wijst er ook op. Ze is aan het einde van een gesprek is zij overleden. Aan het einde van een telefoongesprek met haar zus zei zij, ik ben moe, ik moet gaan slapen. En zij heeft het telefoongesprek niet eens afgemaakt. Ook tegen BB-zus Anna-Maria op de Filipijnen verklaart Edwin over de dood van zijn kinderoppas. In die tijd heeft Anna-Maria nog de hoop dat haar zus in leven is. Maar het nieuws over het plotseling overlijden van Beth doet bij Anna-Maria het ergste vermoeden over de verdwijning van haar zus. Om haar gerust te stellen stuurt Edwin haar een e-mail. Hij schrijft, toen ik bij de familie van mijn oppas was, vertelde haar vader mij dat ze leed aan een schildklierziekte. Deze ziekte kan hartritmestoornissen veroorzaken. Met andere woorden, het kan ervoor zorgen dat je hart stopt. Haar vader liet me de papieren zien uit een ziekenhuis. En ook aan Anna-Maria beschrijft hij nog eens de omstandigheden waaronder hij zijn kinderoppas aantrof. Ze stierf in bed tijdens een telefoongesprek met haar zus. Toen ik haar de volgende dag vond, had ze de telefoon nog in haar hand. Edwin zegt dus in een mailtje tegen zijn schoonzuster Anna-Maria dat Beth al jarenlang aan een schildklierziekte leed. Hij had dat gehoord van de vader van Beth. Zo houdt hij de verontruste Anna-Maria voor. En hij meldt dat zij waarschijnlijk aan de gevolgen daarvan is overleden. Nu hebben de afgelopen 4 jaar wel geleerd dat Edwin niet in zijn eerste leugen is gestikt. En dat we beter al zijn verhalen goed kunnen controleren. Hoogste tijd dus voor een nieuw onderzoek naar de mysterieuze dood van deze vrouw. Haar familie woont in de buurt van Manila. Dat is een uurtje vliegen hier vandaan. Circle before we all go under.
De familie van Beth woont in Rosario Cavite, een stad zo'n 1,5 uur rijden van de hoofdstad Manila. In een van de buitenwijken woont de vader van Beth samen met een groot deel van zijn volwassen kinderen en de inmiddels 18-jarige zoon van Beth in een drukke straat. De dood van Beth houdt de familie tot op de dag van vandaag bezig. Het nieuws over de ontknoping in de zaak van BB heeft ook de Filipijnen bereikt en heeft de altijd toch al sluimerende argwaan van de familie van Beth alleen maar aangewakkerd. Ze blijken de afgelopen jaren steeds bezig te zijn geweest met het achterhalen van de achtergrond van het overlijden van Beth. Maar naar nu blijkt, werden zij daarbij langdurig aan het lijntje gehouden door een contactpersoon in Nederland, Edwin ten Wee. Hallo. Where can I find the family Ben and Benson? Yes, you? Oh, hello. Saka mi paparada maganda. Yeah. Hi. Hello. Hello. Okay. Hello. Where's your father? Hello, my name is Peter. I'm the sister of Divine. Hi, hello. Nice to meet you. We've been waiting you yesterday. Yeah, but we were very late, so... Thank God that you came here. Which one is Eric? Het blijkt dat Beth, als oudste van de kinderen van vader Ricardo Benebenze, de spil van de familie was. Vanuit het buitenland stuurde zij regelmatig geld om haar familie te onderhouden en belde ze wekelijks met haar zussen. Het gemis is nog steeds groot. Until her last life in this world, she will always thinking for the goodness of us. I really, really miss her because we're all sisters, even we are poor. We really love each other and we really support each other, so that it's very hard for me. Als Peter met hen de omstandigheden rond de dood van Beth bespreekt, komen er al snel tegenstrijdigheden naar boven die de verhalen van Edwin in een ander daglicht plaatsen. Zo heeft Edwin steeds beweerd dat Beth tijdens een telefoongesprek met haar zus was overleden. Hij zei Peter ooit letterlijk: aan het einde van een gesprek is zij overleden. Aan het einde van een telefoongesprek met haar zus zei zij: ik ben moe, ik moet gaan slapen. En zij heeft het telefoongesprek niet eens afgemaakt. Maar Arlene, de zus die haar die bewuste dag aan de telefoon had, heeft een heel andere versie van dat laatste gesprek. I was selling hamburger and she said, can I buy your hamburger? And she said on the phone, it was a happy conversation. And I was telling to her that you have to find your boyfriend there in Nederland, so that you can get me. So I tell to her that it was a happy conversation. She was all right. Yeah, she was all right. And how did the conversation end? Is it true that during the conversation she died or faded away? No. Because the conversation is so nice. So that I was so surprised when, because the conversation is very happy and she said to me that I have to sleep, it's already late. Or she tell her, okay, bye-bye. Een dag voor haar dood stuurt Beth deze brief naar Arlene. Met geen woord rept ze hierin over moeheid of hartritmestoornissen. Integendeel, alles gaat goed met haar, zo schrijft Beth. En daar blijft het niet bij. In het telefoongesprek met Peter heeft Edwin verklaard dat hij er op de Filipijnen achterkwam dat Beth last had van een mogelijk fatale schildklierziekte. Die vrouw die leed aan hypertheroïdie en ze heeft daarom een hartritmestoornis gekregen. Iets soortgelijks mailde hij ook naar Anna-Maria. Hij zou zelfs bij de familie van Beth papieren uit een ziekenhuis hebben gezien. Maar volgens de familie is dat een regelrechte leugen. Beth was volgens hen juist kerngezond. Your daughter was healthy. Yes. Healthy, yeah. Complete. Yes. Completely healthy. She's physically fit. But how do you know that so sure? Because he has her physical record and it said that she was physically fit so that she can able to work. I can show you. So that's a medical examination? Yes, medical examination.
And she was complete healthy. Complete healthy. Het document is de uitslag van een medische keuring die Beth moest ondergaan om een werkvergunning in het buitenland te krijgen. Het blijkt om een uitgebreid medisch onderzoek te gaan, waarbij bijvoorbeeld ook haar bloed is onderzocht. Verder is er door de arts gekeken naar de klieren en het hart. En daarbij is niets bijzonders aangetroffen. Bij de passage over het hart staat dat Beth geen aandoening heeft. De slotconclusie in het rapport is dat Beth fysiek volkomen in orde is. What I don't understand is that you told Edwin that she was suffering from goiter. He is the one who told me that. What? He is the one who told me that he has a goiter. Edwin told you yeah. that she has goiter. Yeah. Now Edwin is claiming that you told him. Because he want to make me a letter that my daughter has.